als je niks hebt wat je inspireert, kun je ook niet zeggen van ja, maar daar wil ik heen. En dan is aan mij om daar toch weer mee af te rekenen. Thuis hadden we geen gas, water en licht, dus dan was het altijd heel donker en muf en stoffig. Wij stookten dan op de allergoedkoopste petroleum van de pomp gewoon, dus dan kreeg je echt die hele vettige lucht. Petroleum stinkt heel erg. En als je dan buiten was, dan was je daar even ook uit. We hadden niks te besteden, dus wat mij uiteindelijk hoop heeft gegeven, want dat is eigenlijk heel belangrijk, ja, dat is dit. Dat is perfumebalm. Hij gaat een beetje moeilijk open. En dat is een hele sterke muskachtige parfumbalsem. Dat is echt super oud. Ja, dat deed ik dan op speciale momenten. Bijvoorbeeld als ik ging slapen of als ik heel verdrietig was. Dan ging ik dat zo onder mijn neus smeren. En dan rook ik alleen die geur van een hele andere wereld die ik even dan... ja, beleefde. Geen stank. Worstbroodjes lagen achterin, hè? Ja. Eén zakje met vijf. Op een gegeven moment waren we afgesloten van het water. En naar de wc gaan wordt ook een heel eigen avontuur. Dat is waar heel veel mensen niet over nadenken. Zes. Dan ging je toch op de wc je drolletje doen. En dan hadden we een plastic zakje. En dan deed je net als tegenwoordig met het hondje, deed je je drolletje weer vangen. Dat deed je dan weer in de prullenbak. Ja. Ja. En dat zijn dingen, dat wil je echt nooit als kind dat iemand dat weet. Wat wij in de familie deden, als je dan bijvoorbeeld moest poseren of je moest een mooie foto van jezelf hebben, dan zocht je daar een passende achtergrond bij. Want de hele sport was om nooit iets slechts te laten zien, dus dan werd er ook echt niet gefotografeerd. Nou, natuurlijk bij de Zeeman. Dat was onze winkel. Dat was zo'n schok dat er niet gewoon een normale winkel was. Vroeger was het heel erg niet cool. Je hebt misschien niet eens, ik had het in het begin echt niet beseft, want ik was best wel tevreden dat ik kleren aan had. En dan ga je opeens van een lagere school, is dat nog te doen. Maar middelbare school is veel harder in de afrekening als je niet aan een norm voldoet. Ja, dan kwam ik de eerste dag met mijn kleine Vibra-zakje. Daar zaten mijn boterhammetjes in en mijn wollen jurk van de Emmausgangers. Dat is een kringloop. En een vloekende wollen panty eronder en waterschoentjes. Ja. De eerste keer dat je dan heel erg uitgelachen wordt, dat doet het meeste pijn, want je snapt het niet. Je bevriest, zeg maar. Ja. Kijk, en dan hoor je er niet bij. Dus uiteindelijk ga je steeds meer geloven dat het aan jou ligt. Je bent een viezerik en je bent stom en je stinkt en je haar is vet en je loopt in vibrakleren en met waterschoentjes. En je kunt je er niet tegen verdedigen, want je hebt geen geld om iets anders te kopen. En wie weet hoeveel kinderen op dit moment nog zo moeten leven, zeg maar, hè? Want je komt er ook niet achter, want niemand zal erover praten. En dit is mijn Fontys-pasje. Ja, toen ben ik gaan leren om gewoon een beroep uit te oefenen. Het was een hbo-opleiding. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn kaartje uit de armoede. Mijn ticket out. Out of the poverty.